Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe serie. Het is tijd voor een Pokémon ROM-hack. Het is tijd voor Pokémon Blazing Emerald. Dit ziet er al heel vet uit, want dit is natuurlijk niet normaal, de kleuren die je hier ziet. Hij is helemaal aangepast, hier een rennende Absol, fucking vet. Ladybug die een beetje cool komt doen. Een Shiny Flygon, ook heel ziek. En een Goomy die achter hem aan glibbert. Het is tijd. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik zal jullie een geheimtje vertellen over deze ROM-hack. Ik heb al één aflevering opgenomen, maar toen dacht ik van... Hey, volgens mij klopt er iets niet, want volgens mij zou er veel meer dingen aangepast moeten zijn. Ik had dus een hele oude versie blijkbaar. Nu heb ik de nieuwste versie en zou er als het goed is een hele hoop dingen anders moeten zijn. Dus daar heb ik wel zin in. We krijgen meteen al een vraag. Wil je graag een normal of hard mode spelen? We spelen in normal mode. Ik ga ook geen nuzlocke doen. Het is gewoon voor de fun. En welke outfit zou je graag willen dragen? Ik kan denk ik niet zien hoe die eruit ziet. Dat is wel jammer. Metallic klinkt wel vet. We kiezen metallic. En we kiezen de custom starter. Dat lijkt me wel vet om te doen. Hi, sorry to keep you waiting. Welcome to the world of Pokémon. My name is Birch. Hallo Birch. Dit is wat... Dat is al een hele bijzondere Goomy. Oké. Ik ben heel erg benieuwd wat we gaan tegenkomen. Dat zal wel een Hoenn vorm zijn dan, denk ik. Omdat we... Ik ga ervan uit dat dit gewoon een Hoenn is, overigens. Misschien is dit wel helemaal niet een Hoenn. Ik ben heel erg benieuwd wat we voor starters kiezen nu we custom hebben gekozen. Perhaps you will track through Hoenn. Ja, het is in Hoenn. En hunt for rare species. Ik ben erg benieuwd. Wow, dit is wel een vet pakkie inderdaad. Ik mag mijn naampje invullen. Wat overigens ook anders is, is dat ik nu met een... controller speel. Dat is wel heel even wennen, maar ik denk dat ik uiteindelijk wel heel erg blij mee ga zijn. Ik ben heel erg benieuwd wat voor type die Goomy is. Dit is denk ik gemaakt voordat ze wisten dat een Sliggoo en een Goodra regional variant in Sinnoh zou zijn. Are you ready? Ik ben zeker een ready. Mijn vraag is, zullen we weer in de achterkant van een vrachtwagen zitten? Zo te horen wel, ja. We zitten nog gewoon in de vrachtwagen. Daar is nog niks aan veranderd. Oh, het is donker. What the fuck? Ape. Wow, yo. En moeders is nu in beeld. Milan, we're here, honey. It must be tiring riding with your things in a moving truck. Ja, waarom moet ik ook achter in die truck zitten? Dat slaat toch ook helemaal nergens op? Dit is Litterwood Town. It has a quaint feel. Wel hoor ik dat het geen Littlewood Town muziekje is, maar een Sinnoh muziekje. Is it nice here? Het is super nice here. Ik moet boven naar mijn room en ik moet naar de klok. Oh, nou, dan gaan we die wel even aanpassen zoals ze dat graag wil. Het is PM op het moment. En het is... 8:30 PM is het. Fuck, terug. Dit is de tijd op het moment. Milan, how do you like your new room? Oh, nou, mijn nieuwe room is Primula. Oh, moet ik iets van mijn desk pakken? Las ik dat goed? En in mijn PC laat ik dat doen. Blazing Emerald version 1.6.0. Would you like to read about the hard mode? Nee. Withdraw item. Een Moomoo Milk. Dat is altijd fijn. Ik ben erg benieuwd naar deze ROM hack. En als jullie het leuk vinden, misschien dat jullie die ROM hack dan ook een keer kunnen spelen. Dan zou ik wel voor de nieuwste gaan. Het ziet er, dat die moeders gezicht ook in beeld is, dat was in de eerste versie niet. Dus vandaar. We moeten wel gewoon naar de buren toe, daar is eigenlijk niks aan veranderd. Ja, heb je de moeder van mee.
Ik ben de buurman, of buurjongen ben ik. Haar dochter is boven. Nou, laten we naar de dochter gaan dan. Ik zie geen dochter, maar ik zie wel een pokebal. Hé, hey, daar hebben we mee. Hé, hey, mee. Who are you? Oh, you're Milan. So, your move was today. Dat klopt, ja. I'm May. Glad to meet you. I have this dream of becoming friends with Pokémon all over the world. Nou, dat is fantastisch, May. Laat je mij dan ook met rust? Dat zou ook fantastisch zijn. Catch you later. Catch you later, boy. Nou, dat is mooi. Ben benieuwd. Ik heb wel een cool pakje aan in ieder geval. Hi. There are scary Pokémon outside. I can hear their cries. I want to go see what's going on, but I don't have any Pokémon. Can you see what's happening for me? Maar ik heb ook helemaal geen Pokémon. Hij wordt achterna gezeten door een zigzagoen. Please help! Oeh! Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Chikorita, Cyndaquil, Totodaal, Treecko, Torchic, Mudkip. Een hele heftige Solosis, what the fuck? Trapinch, Spinarak, een hele heftige Tynamo, Spoink, Porygon, een hele heftige Ponyard, Murkrow, Duskull, Vulpix, Sunkern, Spiel, Corphish, Dratini, Larvitar, een hele heftige Dreepy. Die Dreepy ziet er interessant uit, maar ik moet zeggen dat die Ponyard er interessant uitziet. Die Tynamo ziet er interessant uit en die Solosis ook. Zal ik voor de Tynamo gaan of voor de Solosis? Oh, ik ga voor de Solosis. Ik heb geen idee welke type hij is. Een Zigzagoon, Wild Zigzagoon appeared. Solosis. Summary. Grass Psychic. Oké, okay, interessant. Sleep Powder, Stun Spore, Poison Power en Confusion. Oké, okay, Confusion is best wel een goede aanval op zo'n zo'n vroeg moment. Dat bedoel ik. Hij wipt zijn staart. Dat hoeft van mij dan weer niet. Oké, okay, nice. Zigzagoon is gone. Beetje XP naar binnen. Heel fijn. Professor Birch zegt... Woo! I was in the tall grass studying wild Pokémon when I was jumped. You saved me. Thanks a lot. Oh, hi, you're Milan. Nee, dat is zeker geen plek om te chatten. Zo, Milan. I've heard so much about you from your father. Nou, dat is fijn dat ik gewoon dat er over me wordt geroddeld. Thanks for rescuing me. I'd like to have the Pokémon you used earlier. Ah, nice. Ik krijg de Solosis. Dat is fijn. Nee, ik hoef geen nickname. Dat doen we niet aan. Ik ga wel eventjes tegen je dochter battelen, joh. Als jij dat fijn vindt, doen we dat even. Ik smag nu al naar running shoes, maar eerst moeten we nog hier door het gras. Ik ben benieuwd welke Pokémon we hier in het gras tegen kunnen komen. Vooralsnog niks. Deze mevrouw. Hi, I'm running a special promotion for Pokémart right now. I see you don't have a Pokédex yet. This promotional item wouldn't be of much use to you then, I'm sure. Please come back when you have a Pokédex. Oh, we moeten terugkomen als we een Pokédex hebben. Oké. Okay. Dan krijgen we als het goed is als we tegen mee hebben gevochten. Maar eerst een wilde Pokémon. Het is een Quality Pooch. Ik ben benieuwd welke starter mee dan heeft. Wel, een Zigzagoon. Gaan we die Zigzagoon aanvallen voor wat experience? Ja, dat kunnen we wel even doen. Auw.
Ik heb al gemerkt dat deze slow shit nogal traag is. Wel sterk, though. Hit jezelf maar dood. Nee, dat doet hij niet. Hij tackelt mij. Dan wordt het nog best wel spannend zo. Maar we hebben wel een Moomoo Milk eventueel. Oké, let's go. Let's see. The Pokémon found on Route 103 include... Oh, hi Milan. Oh, I see. My dad gave you a Pokémon as a gift. Since we're here, let's have a quick battle. I'll give you a taste of what being a trainer is like. Oké, net alsof ik dat niet weet. Stoer mee. Een Eevee begint zij mee. Oké. Oké, misschien nog beter eerst een spoor kunnen doen. Ik doe al veel damage en ik heb er geconfused. Dat is wel zeer nice. Hit jezelf, please. Nee, dood? Oeh, op 1 HP leef ik, oké. Nice. We gaan die Moomoo Milk gebruiken. Ik weet niet of ik dat al gezegd heb, maar het is geen Nuzlocke. Maar toch hoeft het niet per se zo te zijn dat de Pokémon doodgaan of zo. Kijk, hit jezelf maar in Confusion. Kan ik deze... Ja, kijk, Confusion vooraan gezet. Oh, nu al uit Confusion. Alleen wel geparalyzed. Lekker voor je Eevee. Nou, de Eevee is dood. Zal wel ik wel level 6 worden, denk ik. Oeh, 117 XP. Daar houden we ook van. Oeh, bijna 2 levels. Nice. Dat is een goed begin. 1200 ammonies erbij. I think I know why my dad has an eye out for you now. Ja, ik snap het ook wel. Ik ben gewoon zo'n coole boy. Ga jij maar terug naar het lab. Dan loop ik wel achter je aan, want ik zal ook wel terug naar het lab moeten. Ik heb nog steeds geen Pokédex. Als ik zo'n Pokédex heb, gaan we naar dat vrouwtje toe. Gaan we even kijken wat er te vinden valt. Nice, oké. Als het goed is zit er in ieder geval wel fiscal en special split in deze game, in deze ROM hack, dus dat is wel fijn. Oh, hi Milan, I heard you beat May on your first try. That's excellent. May's been helping me my research for a long time. Ik wil ook wel helpen, geef mij maar zo'n pocket dex. Dankjewel voor de pocket dex. Thanks. Oeh, we kunnen dex scannen? What the fuck? Is dat zo? Net als de dexnav, zeg maar? Ik ga zo even proberen. Krijgen we nu de running shoes? Ja, volgens mij wel. Did you introduce yourself? Ja, ik heb mezelf zeker geïntroduceerd. Kijk, heel ziek. Rennende schoenen. Tuurlijk ben ik careful. Wat denk jij dan? Kijk, dit is nice. Oké, maar betekent dat we nu met de Pokédex een dexscan kunnen doen? Wacht, hoe werkt dit? Weet ik nog niet, maar je kan in ieder geval wel zien welke Pokémon hier te vinden zijn. Kan misschien nog wel van pas komen. Ik weet nog niet hoe het werkt, maar wellicht wordt het vanzelf duidelijk. In ieder geval hebben we een Wormpy. Hallo Wormpy. Met mijn gras psychic Solasus. Kijk, deze mevrouw, die zei dat ze iets aan mij zou geven. Ik loop wel mee. Ja, ik weet hoe dat werkt. Een polkabal? Very rare ball typically only given out during special events.
Make sure to save it for just the right moment and remember to shop at the Pokémon Mart to find the perfect items for all of your Pokémon's needs. Oké. Okay. Wat is een Polkabal dan weer? Oké, dat is eigenlijk wat een parkbal normaal is, denk ik. Oké, geen interessante dingen hier. Oh, ik kan rennen nu, ja. Oké, route 102. Laten we vechten tegen Jimmy. Is het Jimmy? Het zou goed Jimmy kunnen zijn. Het is Calvin. Bijna hetzelfde. Shinx! Oké, doe Confusion. Wat? Wordt hij gewoon geleerd? Ik zal jou eens wat leren. Confusion op je gezicht. Kaboom! Mijn speedstat is denk ik 0. Denk ik zomaar. Maar ik ben wel level 7, dus. En, hoe heet het? Mijn special attack is wel goed, dus. Ben ik wel erg blij mee. Die Solosis valt me zeker nog niet tegen. Our eyes met. Dat klopt, dan moeten we vechten. Dat is de Pokémon regel. Dit is Bugcatcher Rick. Bugcatcher Rick heeft een Wurmpy. Wow, ik ben eerder dan een Wurmpy? Nice. En ik killde bijna de Wurmpy in één keer. Maar niet helemaal. Ik wil eigenlijk alleen maar rare forms gaan gebruiken in deze romhack. Ik denk dat dat mijn streven wordt. The Confusion! Nice. Wurmpy is ook weer gone. En ik krijg echt veel XP, dus dat is echt nice. Vooralsnog mag ik niet klagen hoe het gaat. Volgende trainer die we moeten vermorselen. Dit is Alan. Met een zigzagoen. Oké. Confusion op de zigzagoen. Ja, denk maar even goed na. Kijk, hit jezelf maar helemaal dood. Oké, hij is niet helemaal dood. Bijna helemaal dood dan. Hotse vlot, level 8. En dan hebben we een Wingull. Die hadden ze er net zo goed uit mogen halen met deze roamhack. Doe je nou water op een grass Pokémon? Dat is niet zo slim, Wingull. Grommer, dat kan niet wel, hè? Oké. En Wingull is ook wel. Nice. Normaal kan je hier Ralts vangen, maar misschien kan je er nu wel iets spannends vangen. Oh, je kan Ralts nog steeds vangen. Nice. Never mind. We vechten ook nog wel tegen deze met Freeu. Moet ik haar verder helpen in haar carrière? Nee. Dat doe ik niet. Ik vermorsel alleen die Zigzagoon van jou, maar verder doe ik helemaal niks. Ik moet wel uitkijken. Oh, ik heb nog 10 pp. Dat valt wel mee. Hij hurt zichzelf weer eens. Prima. Blijf jezelf maar hurten. Daar geef ik niks om.
Magical Leaf, ja, die leer ik heel graag. Poison Powder gaat weg. Heel nice. Dan heb ik zowel een gras als een psychic aanval. En een grasaanval komt meteen goed uit. Hier, Magical Leaf. Oh. Eerst Watergun. Dan doe ik nu Magical Leaf. Zijn buik nodigt uit om Flipendo te doen. Flipendo! Oh, nice. Tiana is Gonzo. Wat is dit? Een potion. Die zal vast wel een keer van pas komen. Welke wilde Pokémon is dit? Een Zigzagoon. Nog geen interessante Pokémon tegengekomen. Had ik ook nog niet per se verwacht dat dat wel zo zou zijn. Kijk, Petalburg City. Meteen maar heel eventjes gaan healen, want je weet nooit of dat van pas gaat komen. Want we moeten vast zo meteen tegen Wally vechten met een Ralts. Of misschien wel zonder Ralts, je weet het niet. Het kan allemaal anders zijn. Ik vind het wel raar dat ze ervoor hebben gekozen om alleen maar Gen 4 muziekjes te gebruiken. Hey, is dat als het Milan niet is? Ben je al helemaal klaar met verhuizen? Dat ben ik al zeker. Vader. Hallo, vader. Wally? I'd like to get a Pokémon, please. Oh, hello, Wally. You so decided you're ready to raise your first Pokémon. Nou, Wally, fix eventjes die Ralts en dan gaan we vechten. Ja, ik heb niet echt de keuze wel. Oké. So much. Nou. Ik ga met Wally mee, ja. Als je me nou eens met rust laat, vader, dan kan ik met Wally meelopen. Oeh, je kan rennen in huisjes in deze game. Wat goed gemaakt. Oké. Hey, ik hoef nu niet samen met Wally dit te doen. Heel ziek. Deze Jinx is trouwens ook heel ziek. Oké, daar ben ik wel blij mee. Wat is hier? Normaal is deze bitch goed, want die geeft je dan surf. Maar nu waarschijnlijk nog niet, hè. Het zou een beetje raar zijn. Oh, dit is de vader van Wally. Ah. Where's Wally? Nice. Ja, Wally is hem gepeerd. Oh, daar hebben we Scott. Excuse me, let me guess. From the way you're dressed, you're a Pokémon trainer. Dat klopt, ja. Wow, zag je hoe hard hij mij haatte? Dat ik een rookie ben? Excuse. Nee, Snubbull. Ik weet eigenlijk niet of Fairy Type in deze game zit. Dat weet ik helemaal niet. Ik weet wel dat Snubbulgon is. En dat er nu weer een Snubbul komt. Nou ja, ja. Snubbul, doe niet tijger als je pussy bent. Of als je doggy bent in dit geval. Moeten we hier aan het strand nog iets doen? Is er nog iets bijzonders of is het alleen maar trainers? Nou, laten we die trainers ook maar verslaan, hè. Wie weet. Nou. Wie weet hebben we de XP nodig. Dat ging moeilijker dan ik had gehoopt. Een Zigzagooning. Nou, Solusis, laten we jou hele... Laten we die Zigzagoon helemaal kapot maken. Net niet, hè. Net niet. Helemaal KO. Oké,
Maar het is wel dood. En zijn tweede Pokémon is Lotad. Sperry het vogelbek dier met een blaadje op zijn hoofd. Doe eens even normaal toch maar Lotad. Een beetje mijn energy drainen, hè? Confusion op je gezicht. Kaboom! Lekker man, Solosis. Level 10. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van de eerste aflevering van Pokémon Blazing Emerald. De volgende aflevering gaan we kijken wat er in Petalburg Woods te vinden is. Tot de volgende keer. Adios amigos.